Kijk, iedereen uh, kent, denk ik, wel één of meerdere mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar huis en het niet kunnen vinden. En dat de woningnood enorm is, verschilt niet tussen partijen. Maar de politieke keuzes verschillen wel enorm. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want zie je wonen als een grondrecht, als een recht waar iedereen, nou ja, wat gewaarborgd moet zijn door de overheid. Of zie je woningmarkt als een markt waar uh, een verdienmodel aan ten grondslag aan kan liggen. En dat leidt tot hele andere keuzes. De PvdA wil een minister van wonen die ingrijpt, optreedt. Zorg dat er een miljoen betaalbare woningen bij komen. Woningcorporaties de gelegenheid geven om die ook in leefbare wijken te investeren. En ook huisjesmelkers fors aanpakken. Met een Prins Bernhard belasting. Maar ook met een huisjesmelkersboete als ze de wet overtreden. En daar zijn grote verschillen tussen partijen, waar ik vanmiddag over hoop te debatteren.